Ik voel mij even sterk gewaardeerd, dat zeker. Maar er is altijd wel een verschil hoe dat een vrouw gepercipieerd wordt als een man gepercipieerd wordt. Als een vrouw carrière maakt in de politiek, dan is ze soms een bitch. En als een man carrière maakt in de politiek, is dat thumbs up. Maar ik heb het gelukkig wel al zien evolueren. Toen dat ik 16 jaar geleden begon te werken op het kabinet van Fientje Moerman, moest ik op een avond de minister vervangen op een samenkomst van ondernemers. En men had gebeld vanuit het kabinet van de minister zal er niet zijn, dus er zal een vervanging komen. Dus ik was 23 jaar, ik had zo een zwart broekpak aangetrokken. En ik vergeet het nooit, ik kom toe bij die organisatie en die man steekt zijn hand uit en die zegt en u bent van de catering? Dus men kon dus zich niet inbeelden dat iemand van 23 jaar toch wel de vervanging zou zijn van de minister. Gelukkig maak ik dat vandaag niet meer zo vaak mee. Het is nu natuurlijk ook wel nog altijd een feit dat een vrouw, wanneer ze gezin wil gaan combineren met politiek of met een carrière, dat zij heel vaak instaat voor de zorg voor de kinderen. En zelfs al heb je mannen die zoveel mogelijk gaan meehelpen, dan nog zie je dat het aantal zorguren dat een vrouw besteedt in het gezin veel groter zijn dan een man. Ik denk dat we dus daarom heel snel prioriteit moeten maken van een ouderschapsverlof waarin dat mannen ook evenveel dagen kunnen opnemen als vrouwen. Dat zorgt er ook voor dat kinderen een veel grotere band zullen hebben met hun vader en dat vaders ook veel meer betrokken kunnen zijn bij de opvoeding van de kinderen. En dat zorgt dan ook weer voor die kinderen dat die veel meer empathischer zijn en misschien ook betere vaders zullen worden. Maar mijn boodschap is vooral van andere vrouwen voor girls sisterhood. Sisterhood is zo belangrijk en ik vind dat toch een prioriteit voor mezelf ook om als jonge vrouw die bezig is in de politiek ook andere vrouwen mee te trekken. En misschien soms nog wat meer dan de mannen, maar we moeten solidair zijn met elkaar. Vrouwen onderling, laat ons daar eerlijk over zijn, dat is soms een beetje itchy. Een man onderling, als die een discussie hebben, die gaan gewoon op café een pint gaan drinken. Bij een vrouw is dat altijd wat moeilijker. We mogen dat eigenlijk niet doen. We moeten elkaar vooruitstuwen om op hetzelfde niveau te geraken als die mannen.